De laatste training voor de match van morgen is net afgelopen. Is alles goed verlopen? Ja, toch wel. We hadden natuurlijk een aantal vraagtekens nog voor de training om te zien hoe dat we een aantal blessures gingen opvangen. Maar uiteindelijk hebben we dan toch ergens moeten knopen doorhakken en zijn de keuzes gemaakt. Dus geen extra blessures meer. Ik vond toch dat iedereen terug de juiste ernst had en de scherpte op training, die was wel aanwezig. Okay. Zijn alle spelers dan fit voor morgen? Of? Nee, ik heb het al aangegeven met mijn vorige antwoord. Dat je inderdaad een Michiel Jonkere die geblesseerd uitgevallen is van de laatste wedstrijd. Bossarts is al een tijdje, die is al 3 weken weg met een hamstringblessure. Dus Siani was nog maar de eerste keer dat hij ging meetrainen. Dus dat is misschien een beetje te vroeg om hem morgen direct te laten starten. Vorige week hebben jullie voor de eerste keer op verplaatsing kunnen winnen. Ik neem aan dat dit dan een boost geeft voor morgen. Wel, er is in ieder geval een soort andere beleving en sfeer op de trainingen. Je ziet dat iedereen terug positief kijkt naar de toekomst en dat iedereen dan toch een klein beetje scherper op de trainingen zijn acties doet. En dat heeft gewoon met de ontlading te maken misschien. Misschien zijn ze even weer bevrijd. Iedereen begon er al een beetje van te spreken dat we verplaatsing niet konden winnen. Nu is dat wel gebeurd en daarom kunnen we eigenlijk met vol vertrouwen de volgende wedstrijd tegemoet gaan. De match van Kortrijk morgen is waarschijnlijk ook een speciale wedstrijd voor u. Jawel, ik ben natuurlijk ook zelf daar 8 jaar aanwezig geweest. Dus ik ben daar ook trainer, hulptrainer en hoofdtrainer geweest. Het is altijd wel leuk als je tegen je ex-ploegen kan winnen. En het is altijd wel iets speciaals. Er zijn nog wel een aantal mensen dat ik ken. En ik zou liefst na de wedstrijd een hand geven van veel succes in de toekomst, maar vandaag niet. Dank u wel.